Weg met die mensen, man. Weg! Weet je wie ik ook meteen buiten zou zetten als ik het voor het zeggen zou hebben? Die, fuck, er moet die naam komen. Die belangenvereniging voor pedofielen. Nee, ik bedoel niet Martijn, ik bedoel de Rooms-Katholieke Kerk. Die bedoel ik. Ja, weg ermee, man. Weg! Allemaal weg! En ik bedoel niet alleen maar die priesters, waarvan het nu duidelijk is dat die duizenden kinderen seksueel hebben misbruikt. Ik bedoel ook die miljoenen Nederlanders die nu precies weten wat daar gebeurd is en nog steeds zeggen, ja, bij die club, daar wil ik bij horen. Weg met die mensen, al die kutchristenen, godverdomme het land uit, man! Hoe die over homo's denken. Nou, als God niet zou willen dat wij mannen niet zouden kon neuken, had hij ons echt geen anus gegeven, hoor. Weg met de christenen! En de joden, die moet ik ook niet. Die zet ik ook linea recta buiten, man. De joden, die besnijden jongetjes. Waarom komt niemand daarvoor op? Hè? Meisjes die besneden worden, daar is ieder weldenkend mens het over eens. Maar jongetjes, ach. Als ik een zoontje zou hebben, dan zou ik nog liever willen dat een katholieke priester dat voorhuidje net iets te vaak over dat eikeltje zou trekken. Dan dat een Joodse priester met een mes een stuk af gaat snijden. Die mensen zijn gek. Die geloven in een perfecte God. En dan krijgen ze een zoontje die perfecte God geschapen heeft. Eerste wat ze doen, herstelwerkzaamheden. Nee, dat is vanwege de hygiëne. Nee, de hele dag zo'n keppeltje op je kop, dat is lekker fris. Waar slaat dat keppeltje op? Wat ze er hier afhalen, moet dat hier weer erop? Of wat is de... Weg met die joden, raus! Ah, oh, jongen, die moslims, die ben ik ook zo beu! Hoe die met vrouwen omgaan, mannen. Altijd als ik een vrouw in een burka zie lopen, denk ik toch altijd naar truc zitten kijken van Hans Klok, waar die halverwege geen zin meer in heeft. Weg met de moslims! En de hindoes, die moet ik ook niet, man. De hindoes, die stamp ik ook één voor één buiten. Die hindoes altijd, met een hindoeïsme. Nee, ik heb het niet.